Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. We hebben meer vrouwelijke lijsttrekkers dan ooit. En toch is een vrouw in de politiek nog geen gemeengoed. Hoe kan dat? En wat is er nodig om dat te veranderen? Mijn vorige podcast ging over rolmodellen in kinderboeken. Deze keer spreek ik samen met Marlies Welsje, met staatssecretaris Mona Keizer en lokaal fractievoorzitter en kandidaat voor de Tweede Kamer Marieke Nas over rolmodellen en vrouwelijk leiderschap in de politiek. Zowel Mona als Marieke laten zien dat je met een flinke dosis lef heel ver kunt komen. Tegelijkertijd was de ervaring van Marieke, 20 jaar na Mona, ongeveer hetzelfde. Ze kwam in de politiek terecht tussen grijze mannen in pak. Luister mee om te weten te komen waarom dat moet veranderen, wat nou precies het verschil is tussen vrouwelijk en mannelijk leiderschap en hoe deze vrouwen het verschil maken. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemaker Podcast. Vandaag zit ik hier met een paar heel bijzondere gasten. Onder andere staatssecretaris Mona Keizer. Welkom dat je erbij bent. Heel fijn. Hallo, fijn hier te zijn. Dank je. Ja, fijn. Hey, en daarnaast Marieke Nas. Hè, naast dus onze zeer ervaren politica, een hele jonge, maar toch ook al met heel wat politieke ervaring. Welkom ook Marieke. Ja, dankjewel. Leuk om erbij te zijn. Mm-hmm. En ik mag deze keer het interview samen doen met Marlies Welsje. En Marlies maakt zich sterk voor meer vrouwen in de politiek. En dat is ook meteen het thema van vandaag. Vrouwelijk leiderschap in de politiek. Wat hebben we daaraan? Waarom is het zo hard nodig? Of misschien wel niet? En dus ook ontzettend gaaf om dat met Mona Keizer te mogen doen. Want ja, Mona, jij was natuurlijk diegene die een aantal maanden terug de vinger opstak en zei, hoezo kroonprinsen? Er bestaat ook nog zoiets als kroonprinsessen. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, dat is al veel langer geleden. Dat is volgens mij al 1,5 jaar geleden. Toen speelde voor het eerst de discussie, wie wordt nou partijleider van het CDA? En elke keer weer werd er een rijtje mannen genoemd. En ik was dat op een gegeven moment zo zat. Ik was een jaar daarvoor 50 geworden. En ik keek, dat is zo'n moment in je leven, hè, dat je eens terugkijkt en vooruitkijkt en om je heen kijkt. En ik dacht, waar zijn nou toch al die vrouwen gebleven? Uit de tijd dat ik in de politiek startte, in de tijd dat ik studeerde. Ik stelde vast dat er eigenlijk weinig veranderd is in 20 jaar tijd. 25 jaar tijd. Dus dat was een moment waarop ik geïnterviewd zou worden voor de eerste digitale top in Nederland. En de eerste 10 minuten hing ik in de wacht en ging het over de kroonprins. En toen dacht ik, en nou ben ik er klaar mee. Dus toen zei ik, kroonprinsen? Ik zeg, we hebben bij het CDA ook kroonprinsessen. Ja. Nou ja, en vanaf daar verder. Ja, precies. Ik zie ook aan je dat je daar heel geagiteerd, boos, druk over aan het maken bent. Ik was het zat. Ja, ja. En wat leverde dat op? Was dat ook zeg maar een moment ineens? Hè? Want als ik mij goed, ik heb jou vaker gesproken en jij bent ook echt wel het type die ook van huis uit mee heeft gekregen om het gewoon te doen. En het maakt niet uit of je jonge meisje bent. Dus veranderde er op dat moment iets dat je 50 werd en nog eens om je heen keek? Of? Ja, dat heeft in mijn leven wel een rol gespeeld. Ik kom van Volendam, een voormalig vissersdorp aan de Zuiderzee. Daar was het natuurlijk altijd zo dat de mannen, die gingen zondag op maandag nacht de zee op en die kwamen een week later terug. Dus een matriarchale samenleving waar vrouwen het eigenlijk voor het zeggen hadden. Ik heb een vader die mij ook zo opgevoed heeft. Altijd met hoezo durf je dat niet, kan je dat niet gaan. Een van de mooiste momenten in mijn leven, er zijn er meerdere, maar deze komt ook altijd weer bij mij terug. Ik had een maand een rijbewijs en er moest zo'n grote transporter auto, bestelbus, waar je nog net met een gewoon rijbewijs in mag rijden, vol met vis, moest naar het zuiden van het land.
En mijn vader zei, nou, maar dan kan jij dat even doen. En nou ja, ik schrok eigenlijk een beetje, want ik had dus echt net een rijbewijs. En ik was nog niet verder geweest dan richting het dorp hiernaast. Mm. Dus ik zeg, nou, ik zeg, hoe bedoel je? En mijn vader die zegt zo, hoezo? Hij zegt, jij hebt toch een rijbewijs? Ik zeg, ja. Hij zegt, nou, dan kan je dat toch? Nou, dat is een beetje de spirit waar ik mee ben opgevoed. En dat maakt natuurlijk wel verschil. Word je opgevoed in een omgeving waar sterke vrouwen normaal zijn? Word je opgevoed door iemand die ervan uitgaat dat je iets kunt, in plaats van dat je iets misschien niet zou kunnen? Dat heeft altijd wel een rol gespeeld. En natuurlijk gewoon het verhaal van talenten. Je hebt talenten meegekregen. Nou, gebruik ze dan ook. Ja, precies. En ik denk dat dat ook iets is wat jou en Marieke wel heel erg verbindt. Want Marieke, ja, jij bent, hoe jong was je toen je startte met politiek actief worden? Ja, ik was heel jong nog. Ik werd natuurlijk eerst gewoon lid natuurlijk, zoals het altijd gaat, van CDA en CDA. Maar ik rolde eigenlijk al heel snel die lokale politiek in. En op mijn 20ste besloot ik om op de kandidatenlijst van Groep Wittem te gaan staan. Als eerste vrouw destijds wel, niet heel hoog op de lijst. En ik was zo enthousiast, vooral ook om als jonge vrouw iets te kunnen gaan betekenen voor die gemeenschap in Groep Wittem. Want ik kan me die eerste vergaderingen nog echt super goed herinneren. Ja, toen zat ik daar met het stereotype, allemaal oude grijze mannen. En ik dacht, ja, dit is toch echt het moment om ook te laten zien dat ook andere mensen hier ook wat te zeggen kunnen hebben. Daarom ging ik er ook echt vol voor. Ik heb toen een campagne gevoerd en uiteindelijk haalde ik toen de meeste stemmen van de hele lijst. Werd ik dus ook benoemd tot fractievoorzitter. En ik was toen echt net een paar weken 21. Ja, precies. En, dat ben ik tot nu, ja. Dat je realiseren van, ho jeetje, ik zit hier alleen maar tussen die mannen. Dus eigenlijk de volgende generatie, hè, Mona. Is dus eigenlijk nog een soort vanzelfde ervaring, als ik dat van jou zo begrijp, Marieke. Ja, in principe wel inderdaad. Ik zou je inderdaad wel kunnen zeggen dat in al die jaren inderdaad niet veel is veranderd. Maar goed, uiteindelijk in 2014 was het een Groep Wittem wel zover en kwam er een jonge vrouw aan het roeren. Ja, heel mooi. Maar dit is, moet je nagaan, want Marieke, jij bent nu geloof ik 28? Ja, 27, ja, bijna 28 inderdaad. Dus dit is nog maar 6 jaar geleden. En toen ik dus politiek actief werd op lokaal niveau, dat was in 1992. En toen was het dus ook zo. Dus het verandert niet vanzelf. Het verandert gewoon niet vanzelf. En dat is waarom ik op een gegeven moment ook, nadat ik altijd gezegd heb, ja, ik ben niet voor quota, op een gegeven moment gezegd heb, dit gaat niet vanzelf veranderen. Ik ben nu 25 jaar verder en het is nog steeds niet veranderd. Er moet hoe noem je dat? Een stap gezet worden. Het moet opengebroken worden. Ja, ik had een aantal afleveringen terug Nelly Kroes in de aflevering. En het hoofdonderwerp was niet politiek, maar natuurlijk kwam dat ook even aan bod. En zij is weer een generatie voor jou eigenlijk, Mona. Ja. En zij heeft eenzelfde soort verhaal meegemaakt. Dat zij kwam naar de Rotterdamse ondernemersfamilie. En gewoon van hup en go en doen. En dan lukt dat ook allemaal. En dat lukte haar ook. En ze had ook op een gegeven moment zo'nzelfde moment van, hey, wacht eens even, waar zijn al die anderen? Sterker nog, ze realiseerde zich dat ze toen ze in de Europese Commissie kwam, dat ze eigenlijk, juist omdat ze vrouw werd, was, en de commissie toen echt heel sterk zat, ook op meer vrouwen erin, zelf eigenlijk ook een mooie positie kreeg. En dat ook weer door kon geven naar de volgende formatie van de commissie. In ieder geval voel ik dat ook bij jou, Mona, en bij Marieke, van er zit dus iets in. En dat ben ik eigenlijk nog wel benieuwd van Marieke, want jij begint gewoon te vertellen, ja, ik was 8 en ik werd lid en ik was 20 en ik werd, weet je, alsof dat nu heel erg vanzelfsprekend is. Maar zit daar eenzelfde soort ervaring in als wat Mona roept over Volendam en haar vader? Was dat bij jou ook zoiets dat je toch ook wel de aanmoediging had of vanuit jezelf heel sterk voelde van ik ga gewoon dingen doen?
Nou, ik wist wel heel snel dat ik die politiek gewoon heel interessant vond. Omdat ik het heel erg leuk vond, vooral ook betrokken te zijn bij die samenleving. Maar op het moment dat ik ook zoiets had, ik wil hier echt verder mee. En ze hadden me ook gevraagd, wil je op die lijst staan? Ja, toen had ik vanuit thuis wel ook echt die steun. En zij hebben me daar ook echt enorm in geholpen. Dus ze hebben ook al gezegd, als je ervoor gaat, dan gaan we er met z'n allen voor en dan helpen we jou hierin. En ja, alles is mogelijk in dat opzicht. Dus ja, zeker, ik heb wel eenzelfde soort ervaring. Kwam jij ook uit een politiek nest dan? Dat dat toch al iets was wat een beetje eigen was? Of? Nou, mijn moeders kant wel. Mijn opa heeft 25 jaar in de lokale politiek als raadslid gezeten. Dus die wist wel hoe lokaal campagne voeren moest. Ja, ja, precies. Dus je had er toch al een beetje van geproefd. En je werd daar ook in aangejaagd, zeg ja, maar. Ja, zeker. Ja, mooi. Nou ja, eigenlijk een beetje dezelfde frustratie ook bij jou, Marieke. Jij zet er een beetje je draait hem om, je maakt hem positiever. Je zegt, ja, maar nu is het bij ons wel gelukt. Mona zit er wat meer in van, ja, jongens, er moet iets gebeuren nu. Wat moet er precies gebeuren? Hè? Of althans, misschien nog de vraag ervoor, waarom moet er iets gebeuren? Waarom hebben we eigenlijk meer vrouwen nodig in die politieke besluitvorming? Het meest simpele antwoord hierop is, de helft van de Nederlandse bevolking is vrouw. Dus de volksvertegenwoordiging moet ook gewoon voor de helft vrouw zijn. Daarom is het noodzakelijk, dus dat is een heel simpel antwoord. Maar het blijkt ook uit onderzoek dat als teams divers vormgegeven zijn, dus niet alleen man-vrouw, maar ook verschillende culturele afkomsten bijvoorbeeld, dan functioneren teams beter. Daarom is het gewoon belangrijk. En nou begin ik altijd even te aarzelen. Want het volgende wat ik wil gaan zeggen is niet iets typisch wat alleen bij vrouwen bestaat. Of het tegenovergestelde, niet iets wat typisch alleen bij mannen bestaat. Maar vrouwelijk leiderschap is wat langer op zoek naar het vinden van de gemene delen. Dus wat langer op zoek naar consensus. Mannelijk leiderschap is eerder geneigd om te zeggen met de vuist op tafel en zo gaan we het doen. En het vuist op de tafel, dat er zijn, moet je luisteren, ik kan dat uiteindelijk ook. Maar vrouwen, en dat blijkt trouwens ook uit onderzoek die taalwetenschappers doen, vrouwen communiceren langer om het gemeenschappelijke te zoeken. En mannen zijn wat eerder geneigd om de verschillen vast te stellen. Maar je hebt beide nodig. En omdat nou eenmaal dat vrouwelijk leiderschap tussen aanhalingstekentjes meer bij vrouwen voorkomt, is dat zeker als het over politiek gaat heel belangrijk. Want draagvlak onder wat je doet, vind je door mensen mee te nemen in waar je mee bezig bent. Mm-hmm. Dus dat is een derde reden waarom het van belang is dat ook in de politiek teams, commissies, noem het allemaal maar op, goed divers zijn samengesteld. En tot slot gewoon rechtvaardigheid. Ik vind het niet meer dan normaal dat vrouwen op dezelfde manier kansen krijgen als mannen. Tot slot, dan moeten de vrouwen die kansen natuurlijk ook wel pakken. Ja, precies. Ik zie Marlies ook heel hard knikken, inderdaad. Marlies, jij maakt je natuurlijk sterk binnen het CDA voor gewoon meer vrouwen in die club. Wat zie jij dat er nodig is? Hè? Ben je het eens met Mona? Ik zag je knikken, dus ja. Maar vertel eens even iets, alsjeblieft. Nou, ik ben het zeker ook eens met Mona. Ik ga nog harder knikken inderdaad bij haar laatste opmerking. Dat je ook die kansen moet pakken. En dat zie ik nu de afgelopen anderhalf jaar. Met bijvoorbeeld de lijst voor de Tweede Kamer. En daar de dynamiek in. Dat geeft mij toch een beetje hoop ook voor gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik denk dat laatste hardnekkiger is. Maar landelijk, pak die kans. En ga het doen. Daar vind ik het ook zo leuk dat Marieke en Mona, die zitten daar ook niet voor niks. Die zijn het ook gewoon gaan doen. Marieke was 20 en die denkt, ik ga op die lijst staan. Ik ga de politiek in. Mona hetzelfde. Ik heb het zelf ook gedaan als hele jonge moeder met één kindje en zwanger. Maar ik dacht ook echt, ja,
als ik dit niet doe, als ik dat voorbeeld niet ben, ook voor andere vrouwen, ja, wie gaat het dan doen? En ik vind het ontzettend belangrijk dat het gebeurt. Het is leuk, ja, zeker ook lokaal. Zit je ook in Zeist, waar ik ben begonnen, tussen de oudere mannen. Maar je merkt ook dat als jij doet, dat de interesse bij anderen komen. Die gaan er naar vragen, die kun je meenemen, die kun je uitleggen. En zo kun je wel een bal aan het rollen krijgen. Dus we moeten bepaalde dingen heen breken. Maar echt een oproep altijd van mij is, pak het ook zelf op en ga het ook zelf doen. Ja. Dan vind ik deze twee... De senior al, de gepokte gemazeld ook in landelijk. En dan Marieke, die heel veel ervaring al heeft lokaal. En het nu ook voor landelijk gaat. En daar nog de junior is. Ik vind dat ja, heel mooie rolmodellen, alle twee. Voor alle vrouwen die luisteren en het willen. Nou, precies. En daarmee zijn zij ook nu nog die changemakers. Hè, de verschilmakers ja. Door het te doen. En dat vind ik zelf inderdaad ook heel erg... leuk om te zien. Moet er nog meer gebeuren, behalve dan dat meer vrouwen gewoon de vingeren op moeten steken? Dus voor iedereen die zit te luisteren en denkt, ik wil misschien wel wat. Maak dat belletje met de voorzitter van partij lokaal. Hè, want dat kan ook nog maar eens zomaar heel snel gaan. Volgend jaar zijn het namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat is denk ik sowieso wel een tip. Maar wat moet er nog meer gebeuren? Marieke, heb jij daar ideeën over? Ja, ik zit natuurlijk, ja, als we even kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ik zit redelijk dik bij de bron nu nog. En ik denk dat het wel heel mooi zou zijn, want je ziet ook die lokale besturen. En dan ook even als ik kijk naar de besturen hier in het zuiden van het land, die ook hoofdzakelijk toch uit mannen bestaan van... iets hogere leeftijd. En je merkt toch dat de noodzaak niet echt aanwezig is om actief ermee aan de slag te gaan om meer vrouwen op die lijsten te hebben. Wat daar bijvoorbeeld een duidelijk voorbeeld van is, ik ben wel in mijn gemeente heel actief aan de slag gegaan om ook meer jongeren actief te betrekken bij de politiek. Dat lukte echt heel aardig, want uiteindelijk hadden we er een stuk of 8 tussen de 18 en 30. Dus dat was echt super voor zo'n kleine afdeling. Alleen, ja, wat daar dan weer in opvalt, is dat die vrouwen eigenlijk ja, toch echt ontbreken en nog steeds binnen die afdeling in de minderheid zijn. En dat is wel echt iets waarvan ik denk en waar wij ook zeker in Gulpen Wittem ja, toch wel echt een opdracht hebben om te proberen om meer vrouwen op die lijsten te krijgen. Want ik denk soms dat ja, vrouwen ook misschien nog wel een extra zetje nodig hebben daarin. En af en toe nog een keertje extra aangespoord moeten worden om ook daadwerkelijk die stap te durven zetten. Dus ik denk zeker dat bij de lokale afdelingen daar ook echt een opdracht ligt. Blijkt ook echt zo te zijn inderdaad dat vrouwen gewoon dat je die 2 of 3 keer moet vragen. Dat mannen al als ze denken van nou ik kan 6 van de 10 dingen en ze worden gevraagd of ze komen zelf. En vrouwen hebben het gevoel van ja maar ik kan 9 van de 10 dingen. Ja maar is dat wel voor mij en pas ik daar wel? En, nou ja, en zeker zolang als het plaatje ook nog heel erg blijft van... Ja, van die oude mannen waar jullie dus eigenlijk alle 3 over zeggen dat je daartussen terecht bent gekomen. Want volgens mij zijn het hele mooie leeftijdsopvolging met ongeveer 10 jaar ertussen. Ja, dan wel meer hoor. Want mijn ervaring die stamt dus uit begin jaren 90. Ja, ja. En die van Marieke die stamt dus uit begin jaren 10. Dat is 20 dat is al, jaar later. Dat is al 20. Ja, dat is al 20. Ja. Maar weet je, Irene, het is... En toevallig van de week, ik had een bespreking met 2 jonge mannen en 2 jonge vrouwen. Allebei rond Marieke's leeftijd. En ik stel een vraag en echt waar, wie begint er met praten? De man. Mm-hmm. En daarna de tweede man. En toen pas de eerste vrouw. Toen zei ik ook, ik zeg, zien jullie nou wat hier gebeurt? En echt hoor, 2 topvrouwen en 2 keien van kerels. Het zit gewoon op een of andere manier nog steeds in de opvoeding. Dus tegen vrouwen die zitten te luisteren, stap naar voren, steek je vinger op, ga ervoor. Mannen maken ook fouten, dus jij mag dat ook. Als je op een leeftijd bent als vrouw dat je denkt van nou de volgende generatie is aan de beurt, stimuleer ze. En mannen die luisteren, denk gewoon even aan je eigen moeder, vrouw, zus, vriendin. Buurmeisje, zou je niet ongelooflijk graag willen dat zij een succes wordt? Nou, geef haar een duwtje. Help haar. Ze moet nou ook naar voren stappen, want het komt echt niet altijd vanzelf. Ja.
Dat zijn inderdaad ook hele mooie dingen. Je ziet ook trouwens dat opa's en vaders van dochters vaak heel actief ineens worden als ze zien van, hey, wacht eens even, ik wil ook dat mijn dochter of kleindochter dezelfde kansen krijgt als die ik heb gehad. Dus dat is ook wel een mooie. Dat zijn dingen die je eigenlijk als individu kunt doen, als bestuurslid, als vrouw de vinger opsteken. Maar Mona, jij begon eigenlijk net al en je zette al een aanzet. Je zegt dat is eigenlijk niet genoeg. Eigenlijk hebben we meer nodig om die wezenlijke verandering in gang te zetten. Ja, nou, ik ben inmiddels in de positie dat ik mensen moet benoemen op posities. Ik kijk elke keer weer hoe is een team vormgegeven. Zitten daar te weinig vrouwen in, dan wil ik daar een vrouw benoemen. En dat lukt mij tot op heden, nou in bijna alle gevallen. Je had het laatst over de topsectoren inderdaad. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, ik werd staatssecretaris in Nederland, heb je topsectoren 9. En ik kwam naar de eerste vergadering binnen 1 vrouw. Ja, en dat zijn een soort van, eventjes voor de luisteraar, dat is een soort van... leg het even uit. Ja, dat zijn topsectoren. Dat zijn bepaalde economische sectoren die belangrijk zijn. Daar heb je boegbeelden. Precies. De eerste vergadering 3 jaar geleden waar ik binnenkwam, van de 9 was er 1 vrouw. En inmiddels de helft. Dus ik doe dat ook. Ik benoem vrouwen in commissies die oordelen over investerings- en subsidieaanvragen. Omdat het zit in ons allemaal. Hè. Ik hou er ook niet van om hier verwijtend over te doen. Want ook wij 4 vrouwen zoals we hier bij elkaar zitten, hebben door onze opvoeding, door de cultuur waarin we leven, een mannelijk beeld bij leiderschap. Dus het zit in ons allemaal, je moet je ervan bewust zijn. Nou, een ander ding wat ik dus doe, is dat in beoordelingscommissies benoem ik ook vrouwen. Om ervoor te zorgen dat dat perspectief, het vrouwelijk perspectief en het idee van vrouwelijk leiderschap daar ook een plek krijgt. En ik heb vanuit het ministerie ook echt flink aangetrokken om het vrouwenquotum, wat voorgesteld is door werkgevers en werknemersorganisaties, de SER, erdoor te krijgen. Omdat ik echt dacht van, nou, nu eindelijk komen ze ermee, nou moeten we het ook echt gaan doen. Het blijkt in andere landen effectief te zijn. En het is wat mij betreft ook echt iets wat we gaan gebruiken. En dat was voor mij bijzonder. Want zoals ik in het begin zei, ik was er altijd tegen. Dus ik had altijd zoiets van, ja, dat moet toch op een natuurlijke manier gaan. Maar het gaat niet natuurlijk. En daarom moet dit wat mij betreft gewoon doorgaan. Moet het zelfs versterkt worden? Want ik begrijp dat het in Nederland nog niet zo snel gaat als de bedoeling, omdat er ook nog een soort van vrijblijvende component aan zit. Moet dat strakker of hoe zie jij dat? Nou, uiteindelijk sluit ik niks uit. Maar laten we nou eerst deze maar invoeren en dit veranderen. En kijken of dit voldoende verandert voordat we daar weer iets anders bovenop doen. Maar ik sluit niks uit, want echt waar, ik heb dan weliswaar geen dochters. Maar ik hoop toch dat tegen de tijd dat ik kleindochters heb, dat deze discussie echt niet meer bestaat. Ja, dat is eigenlijk dan... En dat vind ik trouwens veel te weinig ambitieus. Ik wil gewoon dat mijn schoondochters gewoon succesvol zijn. Want die hebben nu dezelfde leeftijd als Marieke. Mijn aanstaande schoondochters, moet ik daarbij zeggen. En ik wil gewoon dat die gewoon alle kansen krijgen om hun talenten in te zetten voor de samenleving. Nou, je was me net voor, Mona. Want ja. Marieke is inderdaad eigenlijk al de volgende generatie. Hè? Dus wil je nog eentje overslaan of moet het nu al gebeuren? Nee, het moet nu. Ja, nu. Precies. Wat ik altijd heel leuk vind om te vragen is ook... wat jou zelf nou succesvol heeft gemaakt in die wereld en van de politiek, om dat toch op jouw eigen manier het verschil te kunnen maken. Wat is het geheime ingrediënt voor jou, Mona? Misschien zit er ook nog wel een tip in dan voor de volgende generatie. Een bepaalde onverschrokkenheid. Naar voren stappen als er een kans voorbij komt. En ook als je... Kijk, ik zal niet zeggen dat ik altijd zonder één schrijntje twijfel dat gedaan heb. Zeker niet. Maar toch de kans pakken als hij voorbij komt. En daar heb je een bepaald soort... Daar heb je gewoon lef voor nodig.
Nou ja, mijn opvoeding heeft mij dat wel meegegeven. Dus dat helpt gigantisch. Heb je dat niet van jezelf, zoek dan mensen om je heen die je die duw geven. En mensen die gaan lopen twijfelen. Nou, zou je dat wel doen? Echt waar. Die moet je even talk to the hand geven. Daar moet je niet naar luisteren. Zoek even de mensen op die jou net dat duwtje wel kunnen geven. Want dan is de kans dat je het gaat doen gewoon wel veel groter. En echt waar, geloof me. Grote kans. Zo niet zeker weten dat je het voor elkaar gaat krijgen. En zo niet, heb je er een ervaring bij en doe je het de volgende keer beter. Kijk, dat is een mooie. Eigenlijk het lef en even de negatieve of de twijfelachtige mensen om je heen op mute zetten, bij wijze op van. Op mute, ja precies. Ja, precies. Dat kan tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk. Ja, precies, precies. Hey, ik vind het ook nog wel heel leuk, voordat ik ook nog eventjes naar Marieke ga, om van Marlies te horen. Want dat is eigenlijk wat jij vanuit het CDA Vrouwennetwerk ook doet, hè? Dus tenminste, zo begrijp ik dat. Dat jullie ook, zeg maar, een soort van dat supportnetwerk willen zijn binnen die het CDA. Om andere vrouwen dat duwtje te geven. Of zeg ik het dan fout, Marlies? Nee, dat zeg je helemaal goed. En daarbij betrek ik er bij ons in de partij ook best wel mannen bij. Ik merk dat als je het zo brengt, want we moeten het ook samen doen. En het inderdaad in die lokale besturen zitten toch ook echt die oude mannen. En die moet je meekrijgen. Dus je moet je eigenlijk verleiden met argumenten dat het of een goed verhaal dat die vrouwen daar ook nodig zijn. En dat kun je doen vanuit een emancipatieverhaal, maar je kunt het ook zeggen, omdat het heel belangrijk is, Mona eigenlijk ook al zei, en Marieke, dat er ook vrouwen lokaal actief zijn en jonge vrouwen, en ik vind het ook belangrijk dat de jonge mannen actief zijn, want die spreken ook een ander publiek aan. Die staan op het schoolplein alle twee, die staan langs het sportveld. Het is ook gewoon heel goed voor je partij. Voor de stemmen, dat je partij leeft lokaal, dat die vrouwen en mannen er zijn. Dus zo kun je ook de mannen meekrijgen. Dus dat is wel, vind ik ook altijd wel een hele belangrijke. Mm-hmm. Ja. En bijvoorbeeld ook op landelijk niveau heb je bijvoorbeeld ook een bestuur nodig om een goede verdeling te krijgen op de lijst. Om punten in het verkiezingsprogramma te krijgen die ook heel belangrijk, vooral belangrijk zijn voor vrouwen. Dus ik probeer altijd die mix te zoeken. Heel erg vanuit het vrouwelijk belang, maar wel alle partijen meekrijgen. Marlies, uiteindelijk is toch ook het vrouwenquotum nu eindelijk eens een keer in het verkiezingsprogramma terechtgekomen? Eindelijk, ja. Ja, en dan ben ik vind het heel gaaf dat het erin staat. Maar dat we dat gaan doen. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat wij dat uitstralen met elkaar. Dat wij ook, dat het een partij is die voor vrouwen is. Het is best wel modern voor het CDA om dat ook zo. En het stomme is, want ik spreek nog veel vrouwen die daar tegen zijn. En ik snap dat wel, hè. Ik snap dat wel. Maar tegelijkertijd zeg ik dan ook altijd, oké, ik snap waarom je er tegen bent. Dat was ik ook altijd. Maar zie je het dan vanzelf veranderen? En dan heb je het goede gesprek. Helemaal eens, Mona. Ik was ook niet zo'n fan, zeker toen ik jong was. Ik dacht, ik doe het wel zelf. Nou, inmiddels ben ik ook 45. En je ziet echt verschil. Afgelopen jaren ben ik me zeker bewust van de noodzaak. Is het een charmant middel? Nee, het is echt een hartbreekijzer. Wat mij betreft hoeft het ook niet voor eeuwig te blijven. Al is maar een paar jaar, maar we moeten over die hobbel heen met elkaar. En die balans versnellen en doorbreken. En dat gaat, wat jullie net ook alle twee zeggen, nu te langzaam. Dus er is een extra duw nodig. Dus daar ook het lef tonen en daar gewoon met z'n allen achter gaan staan. En bondgenoten zoeken. Dat was nogal een mooie aanvulling van jou, Marlies, in mannen daarin. Ja, heel mooi. Ja, Marieke, heb jij nog iets toe te voegen als het gaat om wat jouw geheim is om het gewoon te doen? Heb je misschien nog een vraag aan Mona? Ja. Nou, wat ik zelf altijd heb gedaan is gewoon dat ik altijd ben gegaan voor wat ik heel graag wilde. En waar ik voor stond en wat ik belangrijk vond. En
ik ben daarbij ook heel dicht bij mezelf gebleven. Dus ik denk dat had ik nog niet heel nadrukkelijk teruggehoord. Maar ik denk dat dat nog een mooie aanvulling is. En daarnaast denk ik dat zeker zo voor jonge vrouwen zoals ik, Mona, een heel goed voorbeeld is van hoe het ook kan. Dat vrouwen inderdaad staatssecretaris kunnen worden. Op die positie kunnen komen. Kunnen meedingen om het lijsttrekkerschap van het CDA. Dus ik denk dat dat wel echt iets is wat ook echt super belangrijk zijn. Dat die rolmodellen er ook zijn. Ik weet niet of Mona wellicht nog een tip heeft voor mij als jonge vrouw aan het begin van mijn politieke carrière. Nou, volgens mij doe jij alle dingen goed. Je bent er gewoon, je staat ervoor, je stapt naar voren, je pakt kansen als ze voorbij komen en je blijft dicht bij jezelf. En dat zijn de ingrediënten die je nodig hebt, naast natuurlijk de talenten die je hebt. Om uiteindelijk in datgene wat jij wil en belangrijk vindt, succesvol te zijn. Nou, mooi. Steek die maar in je zak, Marieke. Ja. Heel mooi. Marlies, ik kijk ook eventjes naar jou. Ik denk dat alles wel gezegd is. Ik denk dat zowel Mona als Marieke laten zien dat het kan. Dat ze zich ook bewust zijn van de kracht van rolmodellen. Marieke benoemde het net nog even. Dat ze daarmee ook die changemakers zijn die het verschil maken. Door te laten zien dat ze ook op hun eigen manier en met het inbreng van het vrouwelijke in die politiek bij kunnen dragen. Dus ik heb in ieder geval heel genoten van dit gesprek. Maar om ook nog even te zorgen dat we echt alles hebben meegenomen wat we wilden meegenomen, Marlies. Hebben we nog iets toe te voegen? Nee, volgens mij niet. Ja, één kleine toevoeging. Soms als ik een beetje moeilijk zit met in de politiek of met CDAV, dan denk ik altijd, pak even, wat zou mijn rolmodel nu doen? En dan komt eigenlijk altijd een antwoord. En dat is altijd het antwoord wat me net dat duwtje geeft om het wel te durven of te doen. Die wil ik wel meegeven. Die werkt voor mij altijd heel goed. En Irene heeft hartstikke goed gedaan, leuk. Dank. Leuk, dankjewel. Jullie ook, dames. Marieke, Mona, willen jullie nog iets toevoegen? Nee hoor, ik vind het inmiddels gewoon fantastisch om vrouwen een goede duw, de goede richting op te geven. Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Dus als ik iemand kan helpen, laat het weten, altijd bereid. Perfect, heel mooi Mona. Nou, ik ga hem eens even opschrijven de volgende keer. Wat zou Marieke doen? Wat zou Mona doen? En misschien ook wel, wat zou Marlies doen? En dan, als ik er dan nog niet uitkom, dan weet ik het ook niet. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. En graag tot de volgende keer. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door een like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.